Als ik vroeger ergens een hekel aan had, was het dat mijn moeder de vrijheid nam mijn kamer op te ruimen. Het was soms hard nodig, want het leidt geen twijfel dat ik zeer slordig ben, maar ik kon nooit iets terugvinden. De chaos die ik om mij heen schep is georganiseerd. Mijn omgeving oogt soms of er een aardbeving is geweest, maar in mijn hoofd weet ik precies waar ik wat heb neergelegd. Totdat anderen zich ermee gaan bemoeien. Vroeger had ik wel eens een vriend te logeren die meende mij een dienst te bewijzen door af te wassen, boodschappen te doen en alles in kasten te verstoppen. Voor elke dag bezoek had ik 3 dagen nodig om de rommel te herstellen. Vrienden zijn wel lang niet meer. Soms moet je hard zijn. Op mijn werkplek ben ik niet anders dan thuis. De paperassen, kattenbelletjes, knipsels, schrijfblokken en kranten stapelen zich op, maar ik weet alles te liggen. Soms vind ik het zelf te gortig worden en begin ik op te ruimen. Dat wilde ik van de week op de redactie ook doen, maar de noordoostenwind was spelbreker. Het was een prachtige grijze dag geweest. Als je dat hardop zegt, word je vreemd aangekeken, of men doet er veelzeggend het zwijgen toe, of beide. Dat is confronterend, of ik de enige ben die van de herfst houdt. Maar 's avonds blies de ijzige wind van alle kanten genadeloos over de vloer in ons glazen gebouw. Ik had steenkoude voeten en zodra de dienst erop zat, nam ik de benen voor een gloeiende douche. Ik ruimde thuis maar op. Ik leegde de horizontale vlakken, therapeutentaal voor tafels. Ik veegde de kleren van de bank. Zalig de vrijgezel, draaide een paar wasjes en borg alles wat ik onderweg tegenkwam op in manden, dozen en kasten. Dat voelde wel goed. De volgende dag was ik voorbereid op de kou ten kantoren en waren al mijn wintersokken spoorloos. Op de redactie lag mijn bureau bezaaid met kranten, afkomstig van het tijdelijk onbemande bureau naast me. De collega die het die dag als flexplek gebruikte, had de rommel van dat horizontale vlak pardonloos mijn kant opgeschoven. Bovendien had een ander de stand van zitvlak en rugleuning van mijn stoel vermalemoerd. Dat anderen mijn rommel opruimen is erg, maar als ze hun eigen puinzooi toevoegen, staat mijn kop helemaal als krakatouw op uitbarsten. Ik herstelde de ellende zo gigantisch kokend van ergernis dat ik de hele avond geen koude voeten meer had.